Voor de voorbereiding heb je schuurpapier Korrel P180, een stofborstel, ontvetter, niet pluizende doeken, een afdekzeil en afplaktape nodig. Bescherm het vloeroppervlak met het afdekzeil. Plak de aansluitingen van de deurstijlen met de muur, het deurslot en de deurhendel zorgvuldig af met tape. Schuur het hout fijn in de richting van de houtnerf met schuurpapier Korrel P180. Daarna maak je de deur stofvrij met een zachte borstel. Dit is belangrijk om een goede hechting van de vernis te garanderen. Ontvet de deur met synthetische tinner. Breng de tinner aan met een niet pluizende doek en laat goed drogen. Voor het vernissen van een deur heb je schuurpapier Korrel P220, water, een stofborstel, een borstel met synthetische haren, een vernisrol, een verfbak, roerlatjes en een verfpotopener nodig. Breng één laag Xyla Decor meubelvernis aan, verdund met 10% water en roer goed op. Gebruik een borstel voor de hoeken en de deurstijlen. Verf de grote effen oppervlakken met de rol. Zorg ervoor dat de vernis goed over het oppervlak verdeeld wordt. Rol een laatste maal zachtjes in de richting van de houtnerf voor een egaal resultaat. Schuur na het drogen van de grondlaag licht op met schuurpapier Korrel P220 en ontstof. Vergeet niet om de vernis vooraf goed op te roeren. Dit is belangrijk om glansverschillen te vermijden. Breng een eerste onverdunde laag Xyla Decor meubelvernis aan. Is deze laag droog? Breng dan op dezelfde manier een tweede onverdunde laag Xyla Decor meubelvernis aan. Geniet van je resultaat. Xyla Decor meubelvernis is beschikbaar in kleurloos en in talrijke kleuren. Heb je nog bijkomende of specifieke vragen? Bel naar ons gratis nummer 0800 32 3x0.